Twee strips die elk op hun eigen manier een hele grote indruk op mij gemaakt hebben. Dat zijn Rio en Kinderen in het Verzet. Nou ja, voor deze is het wel overduidelijk. Maar het zijn allebei strips waar kinderen of jongeren de hoofdrol in spelen. Maar het zijn ook allebei verhalen waar heel veel emotie bij komt kijken. Elke op hun eigen manier. Deze albums zijn eerder dit jaar uitgekomen. Ja, ik wilde ze natuurlijk hebben omdat ik de voorgaande delen ook al gelezen had. Dus ik ben naar Epo Strips in Eindhoven gegaan en daar heb ik ze gehaald. Om te beginnen met deze, Kinderen in het Verzet, het tweede deel. Dit is het eerste deel, dat is getiteld Eerste Acties. En het tweede deel is getiteld Eerste Repressie. De reeks draait om twee jongens in een dorpje in Frankrijk die ten tijde van het begin van de Tweede Wereldoorlog. De soldaten marcheren het dorpje binnen en de volwassenen die hebben nog een beetje van, nou, dat loopt allemaal wel los. Maar die kinderen die hebben al door van, nee, dit gaat niet goed. Zij komen een meisje tegen, genaamd Lisa. En dat blijkt een Duits meisje te zijn. Haar ouders zijn omgekomen tijdens hun vlucht weg vanuit Duitsland. Nou, deze Lisa wordt opgenomen in het gezin van een van die jongens. En met z'n drieën, in het geheim, doen ze allerlei acties van verzet. En dat begint natuurlijk heel kinderlijk. Het zijn kinderen van 13, dus je moet niet te veel verwachten. Maar uiteindelijk, aan het eind van het eerste deel, doen ze toch wel iets heel groots. Dat is maar iets heel kleins voor nodig, maar dat heeft toch hele grote gevolgen. En dat brengt bij de volwassenen het besef toch meer van, jongens, die Duitsers die zijn niet zo aardig, we moeten daarmee oppassen en we moeten eigenlijk proberen ze zoveel mogelijk tegen te werken. Maar op het moment dat je dat gaat doen, en dan komen we even in het tweede deel, dan heeft dat natuurlijk gevolgen. En vooral als die acties van die kinderen zich uitbreiden, want in het begin blijft het nog kinderlijk, maar op een gegeven moment komen zij iemand tegen, een volwassene, die ontsnapt is aan de Duitsers. En zij willen hem in veiligheid brengen, maar ja, dat kunnen ze natuurlijk als kind zijn niet. Dus ze hebben toch wel de hulp van een volwassene nodig. En dat gaan ze doen. Uiteindelijk de vader van een van hen, die gaat daarbij helpen. Maar die weet dus niet dat zijn kind ook die verzetacties doet. En ja, dan komt er natuurlijk een actie van de Duitsers. Ja, en dan krijgt het verhaal een hele dramatische wending. En dat echt waar, dat vind ik zo mooi in beeld gebracht. En het is gewoon een hele mooie strip. Ik vind de tekenstijl heel erg mooi, maar ik vind vooral het verhaal heel erg prachtig. En ja, die combinatie, nou ja, ik moet toch wel zeggen, de tekenstijl is toch wel de reden waarom ik echt helemaal, ja, gek ben geworden op deze strip, hoor. Het is zo prachtig getekend. Benoit Ersch en Vincent Dugomier zijn de makers van deze strip. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar het volgende deel, hoe dit verhaal verder gaat en hoe ze zich gaan herstellen van datgene wat hen overkomen is in dit deel. Ja, Rio, inmiddels het derde deel. En dit is echt een totaal ander soort verhaal. Dit speelt zich af in de favela's, in de sloppenwijken van Rio. Het is een heel rauw verhaal, vol met geweld en vol met bloed. En nou ja, het is geen prettig leven wat mensen daar hebben. En ik denk dat de mensen die daar wonen daar heel veel over kunnen zeggen. Scenariste Louise Garcia, die komt zelf uit Rio. Zij werkt samen met Corentin Rouge, die meeschrijft aan het scenario en die het prachtige tekenwerk doet. En zij brengen een heel bijzonder verhaal. Maar dit derde deel valt voor mij even op, omdat het begon allemaal een beetje met een wat bovennatuurlijk tintje. Dat ebte later een klein beetje weg. Maar in dit derde deel komt dat heel erg weer terug. Wat ik vooral even leuk vind om te laten zien is even, je hebt hier de cover van het eerste deel. En dan is dit Rubius, een van de belangrijkste personages in het verhaal. En dit is hem ten tijde van het derde deel. Dus je ziet, er is heel wat tijd voorbij gegaan. Deze Rubius die is samen met zijn zusje Nina geadopteerd door een Amerikaans gezin. De man werkte voor de Verenigde Naties. En je zou kunnen zeggen, hij werd weggehaald uit die sloppenwijk. Hij werd weggehaald van de straat en hij zou een heel mooi leven kunnen krijgen. En in dit derde deel krijgt hij zelfs de gelegenheid om zijn gewelddadige thuis eigenlijk te ontvluchten en naar Amerika te gaan om daar een beter leven te krijgen. In het tweede deel, want daar kwam een heel dramatisch punt in wat ik eigenlijk niet had aanzien komen, namelijk dat zijn zusje vermoord wordt. Dat had ik echt niet verwacht, hè. Want ik had zoiets van, Nina en Rubius, dat zijn de hoofdpersonen in deze reeks. Ja, en dan verandert dat gewoon helemaal. En uiteindelijk is Rubius alleen nog over. Allerlei andere personages uit die eerdere delen, die komen hier ook weer terug. Ze zijn allemaal ouder geworden. Of ze wijzer zijn geworden, dat is maar even de vraag. Want je zou kunnen zeggen dat deze Rubius eigenlijk een beetje doorslaat
in het hele verhaal. En uiteindelijk ja, hetzelfde pad kiest als de meeste jongeren in zijn omgeving. En het is, wat dat betreft is het echt zo'n indringend verhaal. Als je ziet hoe het leven daar is. En het feit dat dit verhaal gebracht wordt door iemand die de omgeving kent. Die weet hoe het eraan toe gaat. En het tekenwerk van Corent en Rouge vind ik ook ontzettend goed. Het is heel sterk omdat hij de emoties die de personages hebben heel goed in beeld weet te brengen. De onderlinge verhoudingen. Het verraad onderling. Het feit dat een aantal van die jongeren samen op straat hebben geleefd, maar uiteindelijk toch elkaar naar het leven staan. Het is zo'n bijzonder verhaal. En echt, toen ik zag dat het derde deel uitkwam, heb ik ook zoiets van, ik moet die echt gaan hebben. Want ik vind dit zo'n bijzondere reeks. Het spreekt mij gewoon echt heel erg aan. En wat dat betreft zeg ik van, ja, het zijn echt twee totaal verschillende boeken. Ze hebben wel bepaalde zaken met elkaar gemeen, maar heel veel ook niet. Toch zijn het allebei strips die ik van harte kan aanbevelen. Want ja, persoonlijk heb ik hier echt van genoten. En ik denk dat jullie daar zeker ook van kunnen gaan genieten. Dus ga naar de stripwinkel, kijk ze in. En als je denkt van dat is wel wat voor me, koop ze dan en ga ze lezen. Ga ervan genieten. En heb je ze al gelezen? Ben je bekend met de reeks? Dan ben ik zeker benieuwd wat je vindt. Dus laat zeker een comment achter onder deze video. En vertel mij van een van deze. Heb je ze gelezen? Wat vond je ervan? Wat vond je er bijzonder van? En verder zeg ik alleen maar bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En ik hoop jullie zeker bij de volgende video weer terug te zien.